Mijn passie is zorgen voor de mensen, vriendelijk en empathisch zijn. En altijd denken dat mijn moeder of mijn vader is die hier woont. Ik ben David, ik kom van Chili. Ik werk hier van 88 en ik ben nog altijd hier. Dus dat betekent dat het een goede werkgever is. Mijn functie is polyvalente medewerker van het zorgbedrijf. Dat is gevarieerde werk. De uren zijn voor de vroege vogels heel goed. Van 7 tot 3 heb je een hele namiddag om iets te doen. Eten voor mij is een belevenis. Je moet een service geven. Ik vind dat belangrijk. Een proper bord, geen druppeltjes. Ah, ik ben een lastige in dat opzicht. Ik wil gewoon het beste van mezelf geven. De meeste mensen willen graag een babbeltje terwijl je aan het poetsen bent of de stof afdoen. Ik vind dat leuk. Ik stel graag vragen over wat ze hebben gedaan in het verleden. Wat soort werk, wat hebben ze meegemaakt. Daarna heeft tijd genoeg om een activiteit met de mensen te doen. Ik doe meestal pannenkoeken of als iemand weer naar de winkel gaat, kunnen we meegaan. De activiteit van vandaag is zaadjes planten en zien wie groene vingers heeft. Ik heb meer empathie met oude mensen en het is heel aangenaam te werken met de bewoners. Heel vriendelijk, heel close. En je krijgt altijd voldoening als ze lachen of als ze content zijn met de bediening. Maar een propere kamer geeft mij ook voldoening, hoor. Ja, je moet komen werken hier. De sfeer is goed. De deur is altijd open. Zet maar dat op de film.